mobiliteitssysteem moet duurzamer. Dat betekent veiliger, lagere emissies, minder ruimtegebruik en het moet inclusiever. En dat is een systeembenadering waarbij je allerlei innovaties op hun toekomst moet beoordelen. En dan kijken we naar de gedragingen van consumenten, reizigers, aanbieders van diensten en overheden. We kunnen natuurlijk dat niet allemaal over het hele systeem onderzoeken. Dus we doen dat aan de hand van interessante casussen die toekomstgericht zijn. En dan gaan we in het DNA van die case kijken, wat gebeurt er aan gedrag? En dan zoeken we naar de mogelijkheden om dat op te schalen naar het grotere systeem. Maar dat betekent dat je dus ook een instrumentarium, onderzoeksinstrumentarium moet hebben, wat dus om kan gaan met de grote onzekerheden voor de toekomst. Om dat te kunnen doen heb je dus nieuwe technieken nodig voor onderzoek. Participatief, samen met partijen, kijken bijvoorbeeld naar een casus Den Haag-Zuidwest en de toekomst van dat gebied in een context van grote veranderingen. We kijken naar wat het betekent voor het landelijk gebied als daar het openbaar vervoer in de toekomst misschien helemaal weggaat. Hoe ga je dan toch naar een mobiliteitssysteem toe wat past bij dat gebied? Dus er verandert heel veel en daar moet je proberen structuur in aan te brengen en te kijken, kan je naar een beleidslijn toe die robuust is voor die onzekerheid. Kun je daar grip op krijgen op een bepaalde manier? Kun je daarmee een adaptief plan ontwikkelen voor de toekomst? Dat als zich nieuwe dingen voordoet, dat je dan daarop kunt inspelen en je beleid op kan aanpassen. Dat is de zoektocht waar wij met onze methode mee bezig zijn. Vincent, ik denk dat het wel lastig is om dit toe te passen in stedelijk gebied, hè? Dat denk ik ook. Zeker in bestaand stedelijk gebied is veel te beperkt, te smal. Dan moet je zoveel offeren. Hooguit bij nieuwe ontwikkelingen grootstedelijk. Onze tip is, zoek proactief de samenwerking met de relevante spelers in dat veld. Dat is de manier waarop je input levert ook voor de academische ontwikkeling.